Emma, wat betekende die Voice of Holland voor jou? Nou, het was inderdaad een rollercoaster, zoals je al zei. Dus ik heb daar echt superveel geleerd. Ik denk dat dat tot nu toe dan nog het mooiste moment was uit mijn leven. Het heeft wel veel betekend. Ik ben echt wel gegroeid en zo in dat opzicht qua muziek. Dus het was een hele leuke tijd. Een hele leuke tijd. Je hebt daar verschillende liedjes gezongen. Jij zong echt wel andere liedjes dan de meeste anderen. Hoe kwam jij tot die keuze? Nou ja, eigenlijk gewoon de liedjes die ik vaak luister. Die heb ik gewoon voorgesteld daar. En toen mocht ik ze zingen. Dus zo ben ik daar denk ik gewoon bij gekomen. Gewoon voorstellen en goedkeuring krijgen. En dat is dus gelukt. Zoals, en dan is The Voice afgelopen. Je bent derde geworden. Een prachtig resultaat. En dan? Toen kwam corona. En wat heeft dat voor jou allemaal wel niet betekend? Ja, corona was wel was geen leuk grapje. Ik had eigenlijk best wel veel optredens natuurlijk na The Voice. En alles kwam net een beetje tot stand, om het zo maar te zeggen. En toen kwam corona en dat heeft een beetje roet in het eten gegooid eigenlijk. Ja, want je werd overal niet alleen maar gehoord, maar ook herkend. Dus iedereen wilde wel wat van jou. En ineens is dat dan een beetje afgelopen. En heb je het idee dat dat al een beetje weer aan het terugkomen is? Nou ja, op het begin was het dus eigenlijk helemaal niks meer. Toen moest natuurlijk iedereen ook echt in quarantaine soort van. En nu begint het wel weer te komen. Maar ik ben ook wel een beetje weer bang dat het weer helemaal weggaat. Omdat het nu weer meer een piek komt. Dus ik ben er bang voor. Maar zoals het er nu uitziet is het wel positief. Ja, jij bent en blijft positief. Dus. Ja, dat wel. Ja, want je hebt ook al eens aangegeven dat je heel graag naar het conservatorium wil. En kan je er iets over zeggen hoe dat is gegaan nu? Nou ja, ik had dus auditie gedaan voor het conservatorium in Utrecht. En daar ben ik aangenomen. Dus nu studeer ik in Utrecht, conservatorium jazz en pop. Dus dat is echt superleuk. Ik ben super blij met die keuze. Dus ik heb daar een leuke tijd. Ja, want daar kan je echt je nog verder ontwikkelen, toch? Ja, dat is wel de bedoeling, om je verder te ontwikkelen. En dan wil je verder, wat is jouw ultieme droom? Wat ze dan vaak zeggen hè, bij muzikanten of bij artiesten. Wat is jouw droom? Wat zou je het liefste naartoe willen? Nou, daar ben ik nog niet helemaal zeker over. Ik wil niet mega grote beroemdheid worden die iedereen kent. Ik wil nog wel gewoon mijn eigen leventje leven. Maar ik wil wel leven van de muziek. Dus dat ik optredens heb in het weekend of soms lesgeef of een beetje die kant op. Maar wel gewoon veel optreden. En heb je ook al iets of iemand wat jouw grote voorbeeld is op dit moment? Ja, Beverly Knight is wel echt mijn voorbeeld. Maar ik denk niet dat veel mensen die kennen. Maar ik vind haar wel echt een topzangeres. Ja, en de optredens? Komen er al binnenkort weer nieuwe optredens voor jou? Ja, aankomend weekend, 2, 3 en 4 oktober, is de Twentse nazomer. Dus dat heb ik als eerste in het verschiet. Dus daar heb ik heel veel zin in.